Programmerman en ik zal vandaag jullie college gaan verzorgen over analgetica. Vandaag een aantal onderdelen die op het programma staan. Ten eerste, wat is pijn? Vervolgens zullen we de verschillende soorten analgetica doorlopen met paracetamol, de NSAID's en de maagbescherming en vervolgens ook de opiaten. En vervolgens zullen we twee onderwerpen behandelen waarbij pijnbehandeling van grote waarde is. Bijvoorbeeld artrose en ook niersteenkoliek. En we zullen eindigen met een heel klein stukje over neuropathische pijnen. Als we kijken naar analgetica en we kijken bijvoorbeeld naar dit onderzoek, dat laat zien dat analgetica een enorm belangrijke reden zijn voor ziekenhuisopname. En het gaat dan voornamelijk om gastrointestinale bloedingen en gastrointestinale symptomen. En die onder andere veroorzaakt worden door NSAID's, opiaten en ook respiratoire klachten kunnen worden veroorzaakt door vooral NSAID's. Dus je ziet al in een onderzoek waar het gaat over verschillende soorten medicamenten, dat NSAID's en opiaten ook een belangrijke oorzaak zijn van geneesmiddelen gerelateerde ziekenhuisopname. En dus dat er ook een heel belangrijk nadeel zit aan het gebruik van deze medicamenten. En dat moet wel altijd in acht worden gehouden. Oké, maar voordat we beginnen aan de pijnstillers, moeten we eerst iets weten over pijn. En hier staat de definitie van pijn en dat zou een onaangename sensorische en emotionele ervaring zijn die in verband wordt gebracht met een bestaande of dreigende weefselbeschadiging. Nou, bij een bestaande weefselbeschadiging, daar kunnen jullie altijd heel goed wel iets bij voorstellen, dat als je een wondje hebt of iets anders wat pijn doet, als iemand een stoot tegen de tafel geeft, dan doet dat pijn. Daar gaan we het zo over hebben. Maar ook een dreigende weefselbeschadiging, daar zou men al die pijnervaring mee kunnen krijgen. Waar dient dit nou voor? Dat dient zoveel mogelijk om verdere pijn te voorkomen. Of verdere weefselbeschadiging. Dus het is eigenlijk een bescherming van ons lichaam om verdere pijn te voorkomen. En in deze dagen waarin pijn eigenlijk niet meer echt een hele belangrijke functie zou hebben, zie je dan ook dat er heel veel medicamenten op de markt zijn om deze functie eigenlijk van ons lichaam te omzeilen. En als je daar op die manier over nadenkt, is het wel een heel vreemd dat we een functie van ons lichaam zo willen omzeilen. Nou, binnen de pijnen kunnen we drie grote groepen onderscheiden op basis van hoe lang het aanwezig is. We hebben de acute pijn. Die staat binnen 2 maanden. Maar over het algemeen wordt daar ook nog wel iets korter over gedaan. Subacuut tot 6 maanden. En chronische pijn meer dan 6 maanden gedefinieerd. Pijnbeleving is iets wat in iedereen ziet daar weer wat anders in. Pijn wordt enorm beïnvloed door verschillende factoren, psychische factoren, sociale factoren, culturele factoren. Klinkt heel lullig, maar je ziet gewoon in verschillende landen dat er anders wordt omgegaan ook met pijn en hoe je dat uit naar buiten toe. Sommigen zijn heel erg gesloten daarin, komen pas met hele ernstige aandoeningen komen dan pas naar de dokter en de anderen die gaan al bij het minste of geringste pijn gaan daarvoor naar de dokter of naar het ziekenhuis. Culturele factoren maken dan nog uit. Ik zei al per land, maar ook binnen landen zie je enorme verschillen. Persoonlijk zien we dan ziek verschillen tussen mensen op de Zuidas en klinkt dan mensen die wat meer op het platteland wonen, die onder andere veel minder pijnbeleving hebben in die zin. Daarnaast is pijn onwijs subjectief. Het kan per persoon verschillen en tussen personen verschillen. Ik kan wel nagaan, op sommige momenten
sta je meer open voor pijn en dan zal je die pijn heftiger voelen. Dus binnen een bepaalde persoon is intra-individueel, maar het kan ook tussen personen enorm verschillen. Dus het is onwijs lastig en een van de manieren om dit toch iets te objectiveren is onder andere de FAS-schaal, waar we het straks over gaan hebben. Nou, hoe ontstaat pijn? Wat is de pathofysiologie van pijn? En grofweg kan je deze stappen aanhouden. De eerste stap is de nociceptie, het gewaarworden van weefselbeschadiging. En dit komt onder andere doordat als mensen weefselbeschadiging krijgen, dat er dan in ons weefsel van allerlei chemische mediatoren vrijkomen, waaronder kalium, prostaglandine, bradykinine, maar ook histamine, komt allemaal vrij onder invloed van die druk of kapotgaande cellen, eigenlijk de weefselbeschadiging. Deze chemische mediatoren die prikkelen dan vervolgens de nociceptoren, dat zijn de zenuwen, en die geleiden die prikkels door naar het centrale zenuwstelsel, waar jij dan uiteindelijk de pijn voelt. Nou, als je deze pathofysiologie bekijkt, dan zie je dan ook dat er op verschillende plekken dan al aangrijpingspunten zijn. Die chemische mediatoren zouden een aangrijpingspunt kunnen zijn. Nee, ik wil niets weggeven, maar prostaglandine spelen daarbij een belangrijke rol. Vervolgens ook dat doorgeleiden naar het centrale zenuwstelsel. Dat zijn plekken waar pijnstillers, analgetica, dan hun werk kunnen hebben. Om uiteindelijk maar te zorgen dat je geen pijn hebt, geen pijn voelt. Daar komen we in de loop van dit college dan verder op terug. Ik zei net al, er zijn verschillende manieren getracht om die pijn wat meer objectievere maatstaaf te geven. En de VAS, of de NRS, is een manier om aan te geven hoe ernstig deze pijn is. Ook dit geeft nogal wat subjectieve klachten, want wat vraagt nou iemand? Iemand vraagt, op een schaal van 0 tot en met 10, waarbij 10 de ergste denkbare pijn in je leven bestaat, hoe hoog is dan je pijn? Grofweg wordt er dan altijd gezegd dat je het liefst een VAS onder de 4 zou willen krijgen, dat dat geaccepteerd is. Maar ook daar verschillen verschillende richtlijnen en bronnen dan weer. Dit even over de pijn. Dan gaan we door naar de verschillende soorten analgetica. Als allereerste en misschien wel de meest belangrijke, de paracetamol. En het schitterende aan dit middel is dat het dus de meest gebruikte pijnstiller zou zijn in de wereld, maar dat het exacte werkingsmechanisme nog niet bekend is. En dat is heel vreemd, aangezien je het wel zo vaak gebruiken en we weten wel een beetje het veiligheidspatroon, maar toch weten we hoe het werkt nog niet precies. Nou, hoe werkt het? Het heeft een analgetische en antipyretisch effect, dus een pijnstillende en koortsverlagende effect, maar het heeft geen anti-inflammatoire effect. Dus niet ontstekingsremmend, wat bijvoorbeeld de NSAID, een stapje hierna, wel weer heeft. Daarnaast weten we dat het onwijs veilige pijnstiller is. Ook met mensen met een slechte nierfunctie kan je dit veilig blijven gebruiken. En alleen bij hele ernstige overdoseringen, meer dan 15 gram, ook wel 30 tabletten, zonder behandeling kan dit wel eens dodelijk zijn. Maar over het algemeen in de gebruikte therapeutische doseringen van 3 of 4 gram, is het een hele veilige pijnstiller. Als we dan toch iets moeten vertellen over paracetamol, dan is het, ja, hoe wordt dit nou afgebroken? En hier aan de rechterkant zie je hoe paracetamol via verschillende wegen uiteindelijk in de urine terechtkomt. Een groot deel wordt geglucuronideerd en gesulfateerd. Dat kan je voor nu even vergeten. Sommige gedeelte van paracetamol wordt niet omgezet en komt direct in de urine terecht. Maar een klein gedeelte, ongeveer 5 tot 15%, wordt via een bepaald CYP-enzym, namelijk 2E1, omgezet in NAPKI.
NAPKI is een acroniem voor iets dat je zeker niet uit je hoofd moet gaan leren. Maar vooral dat NAPKI is vervelend. Dat NAPKI in normale doseringen wordt dat gebonden aan glutathion. En als dat gebonden is aan glutathion, dan is het ongevaarlijk en dan zal het ook in de urine terechtkomen. Echter, als er te veel NAPKI ontstaat, of te weinig glutathion is, kan die NAPKI ook binden aan hepatocyten, aan levercellen. En dit kan ook heel veel schade geven van de paracetamol. Ja, dus bij een te hoge dosering paracetamol zal er te veel NAPKI ontstaan. En ook bij te weinig glutathion ontstaat er te weinig NAPKI. Of ontstaat er te veel NAPKI. Daarbij kan dit enzym ook nog geïnduceerd worden. Alcoholisten hebben namelijk een inductie van dit enzym, staat hieronder, waardoor er dus relatief meer NAPKI aangemaakt wordt. En ook bij situaties van ondervoeding, dan zal je te weinig glutathion zien. Dus bij deze twee risicogroepen zie je dat er relatief meer NAPKI ontstaat. En dus ook meer kans op schade. En waarom zeggen we dit? Dat is dus de reden om minder paracetamol te geven. Dus af te wijken van de maximale dosering die in normale groeperingen wel veilig is. Daarnaast zijn er heel veel onderzoeken gedaan op het gebied van paracetamol. Waar we vroeger nog heel veel grote tabletten, heel veel doosjes paracetamol mochten kopen met grote hoeveelheden daarin, is in Engeland en in Wales een onderzoek gedaan om te kijken of het afschaffen van deze grote hoeveelheden doosjes paracetamol dan effect heeft op suïcides door het gebruik van paracetamol. En dat was inderdaad het geval. Namelijk was een 43% reductie van het aantal doden door paracetamol door die doosjes te verkleinen en ook het aantal doosjes te maximaliseren. Dus ook dit is in Nederland toegepast om dit te voorkomen. Nu in Nederland mag er maar 50 stuks in een doosje zitten. Daarnaast, wat is er dan belangrijk als je wel een intoxicatie hebt van paracetamol? Dan is het namelijk de bedoeling om te kijken naar of dat wel eens een toxische dosering kan zijn. En dat wordt gedaan aan de hand van de Roemerck-Matthew-normogram. En afhankelijk van hoe lang geleden je het hebt ingenomen en de plasmaspiegel, wordt dan gekozen om te starten met acetylcysteïne. Acetylcysteïne is een soort antidotum voor het paracetamol, verhoogt het glutathion, waardoor er minder kans is op schade van die NAPKI's. En wanneer dus de spiegel in verhouding met de uren nadat het is ingenomen boven deze lijn ligt, dan zal er zeker gestart moeten worden met die acetylcysteïne. In de praktijk zien we dat het, omdat die acetylcysteïne een zeer beperkt bijwerkingenpatroon heeft, dat het ook al eerder wordt gegeven. Dat zover over de paracetamol. Dan naar de tweede stap, de NSAID's. De NSAID's, wat doen die nou precies? Hier staan alle middelen die daaronder vallen en het meest belangrijke zijn onder andere de aspirine, de ibuprofen, naproxen en diclofenac. En meer recent ook de selectieve COX-2-inhibitors met de celecoxib die in Nederland op de markt is. We zullen zo even kijken wat het verschil is tussen zo'n selectieve COX-2-remmer en de gewone, simpele NSAID's. Al deze middelen hebben namelijk als werkingsmechanisme dat het cyclooxygenase-remmers zijn. Cyclooxygenase remmers hebben als doel om arachidonzuur om te zetten in endoperoxides en die endoperoxides worden omgezet in verschillende andere stofjes die van groot belang zijn voor onze fysiologische processen, maar ook in de behandeling van pijn. Waaronder weer die prostaglandines.
prostaglandines kwamen vrij onder invloed van weefselbeschadiging, prikkelden die nociceptoren. Dus als die prostaglandines geremd zouden kunnen worden, dan zou men minder pijn voelen. Hoe werken die NSAID's dan? Nou, ze werkten via die COX en hadden daarmee een invloed op de pijn, op de koorts en ook antiflogistisch, dus anti-inflammatoire. Naast die werking is misschien wel de bijwerkingen van deze middelen zijn wel legendarische. En in het slechte, op het slechte gebied. Grofweg kan je ze opdelen in drie grote groepen. Op het gebied van het maag, op het gebied van het hart en op de nier. Die zullen we allemaal eens langslopen, omdat het hele relevante bijwerkingen zijn die ook regelmatig interacties of contra-indicaties kunnen zijn. Nou, laten we beginnen met de problemen op de maag. Ik zei al, die cyclooxygenase wordt geremd door die NSAID's. Maar cyclooxygenase zijn twee belangrijke enzymen. We hebben COX-1, cyclooxygenase 1, en we hebben cyclooxygenase 2. En afhankelijk van welk NSAID zijn ze meer selectief voor COX-1 of voor COX-2. COX-1 zorgt er normaal voor deze functies. COX-2 zorgt normaal voor deze functies. Dus bij het remmen van die COX-enzymen zal je ook een probleem krijgen met deze aandoening. Ja, sorry. Ik ben daarnaast. Naast deze problemen zien we dat vrijwel alle niet-selectieve, de meer rozige NSAID's, allemaal toch een gedeelte ook COX-1 remmen. Waar de celecox-chip alleen maar COX-2 zou remmen. Je ziet dan ook dat deze roze allemaal een effect hebben op de maagbescherming. En je ziet dan ook dat ze allemaal invloed hebben op die maagbescherming en allemaal maagklachten als gevolg kunnen hebben. Die celecoxib heeft dat niet. Of in veel mindere mate. Deze hebben wel invloed op bijvoorbeeld vasodilatatie en inhibitie van trombocyte-aggregatieremmen. En kunnen daardoor onder andere straks bij het hart invloed hebben op hart- en vaatziekten. Naast de NSAID's hebben ook steroïden, corticosteroïden, een invloed op de maag. Hoe zit dat namelijk? Steroïden grijpen namelijk in op de arachidonzuur en verminderen het aantal arachidonzuur. En daarmee verminderen ze de endoperoxides en dus ook de prostaglandines, die een belangrijke functie hebben bij de instandhouding van het maagslijmvlies. Daarnaast hebben NSAID's nog een invloed op de trombocyten via thromboxane A2 en dus hebben ze en een verminderde functie op het maagslijmvlies en zorgen ze ervoor dat de trombocyten minder goed kunnen stollen. Dus aan de ene kant maagproblematiek en aan de andere kant een verminderde stolling, waardoor mensen dus eerder maagulcera en bloedende maagulcera kunnen krijgen. Om even een beetje promotie te maken, zie je dat onze website pharmacopedia.nl hebben een aantal hele makkelijke apps, waardoor deze richtlijnen, die onder andere van de NAG-standaard, heel makkelijk in een aantal stapjes uit te voeren is. Dus gaat u naar pharmacopedia.nl en vervolgens naar apps en onder andere de app over de maagbescherming, kunt u in een aantal stappen zien
of iemand wel of niet in aanmerking komt voor maagbescherming. Ook dat zullen we gaan doen straks in het practica, om te laten zien welke patiënten daarvoor in aanmerking komen. Maar even de richtlijn in een notendop. Bij mensen die NSAID's gebruiken, dus de ibuprofen, de naproxen of de diclofenac, dan geven we maagbescherming altijd als mensen ouder zijn dan 70 jaar. Of alle mensen met een ulcus of maagcomplicaties in de voorgeschiedenis. Of bij mensen die meer dan twee van de volgende factoren hebben. Dus mensen die 60 en 70 zijn, een NSAID gebruiken en bijvoorbeeld hartfalen hebben. Of bijvoorbeeld mensen met NSAID's die 40 zijn, reumatoïde artritis hebben en hartfalen. Aan de andere kant, ook mensen met acetylsalicylzuur, dus een lage dosering acetylsalicylzuur, meestal in het kader van hart- en vaatziektepreventie, geven we ook maagbescherming. Maar over het algemeen zien we dat dit op een wat hogere leeftijd, dat we pas aan maagbescherming toekomen. Bijvoorbeeld mensen die ouder zijn dan 70, of ouder zijn dan 80, of 70 met co-medicatie, of 60 met een ulcus in de voorgeschiedenis. Nou, kijk nog eens even heel goed naar die NRG maagklachten, of bezoek onze website Pharmacopedia om hier eens wat meer ervaring mee op te doen. We zien namelijk in de praktijk dat dit heel vaak fout gaat. Nou, daarnaast hebben we heel veel verschillende opties als we kijken naar maagbescherming. Als we kijken naar niet-selectief NSAID, dan kan je dus of ervoor kiezen om geen maagbescherming, geen PPI erbij te doen. Je kan een PPI los erbij doen. Of je hebt tegenwoordig al combinaties met maagbescherming en een pijnstillers. Zo is er bijvoorbeeld een combinatie naproxen en esomeprazol. En is de combinatie diclofenac en misoprostol. Die laatste combinatie wordt niet zo heel vaak gebruikt. Vooral omdat deze misoprostol niet een hele goede maagbeschermer is op zich. Dus de voorkeur gaat dan ook uit naar een losse PPI. Of eventueel de combinatie met naproxen. Nou, een andere optie is een selectief NSAID, dus een COX-selectief NSAID te geven, bijvoorbeeld de celecoxib. Dit moet dan wel weer kunnen in verband met de cardiovasculaire problematiek, want deze middelen zijn namelijk wel gecontraindiceerd bij een hart- en vaatziekte in de voorgeschiedenis. Nou, en daarnaast, als we dan kiezen voor een bepaald NSAID, dan zijn er nog verschillen tussen de diclofenac en de naproxen. Wanneer men bijvoorbeeld een cardiovasculaire problematiek in de voorgeschiedenis heeft, dan is de diclofenac minder geschikt. En als iemand meer gastrointestinale klachten heeft, dan wordt er meer gekozen voor de naproxen. Eventueel in combinatie met de PPI. Omdat deze meer selectief is voor de COX-2. En de diclofenac meer selectief voor COX-1. De tweede comorbiditeit waar we naar moeten kijken zijn hart- en vaatziekten. Zoals ik al zei, zijn selectieve COX-2-remmers gecontraindiceerd bij mensen met hart- en vaatziektes. We zagen in onderzoeken dat mensen heel vaak een myocardinfarct kregen onder het gebruik van deze middelen. En heel veel selectieve COX-2-remmers zijn al van de markt gehaald. Celecoxib is in Nederland nog wel beschikbaar. Maar in datzelfde onderzoek werden ook andere NSAID's bekeken op het risico van hart- en vaatziekten. En ook daar zagen we dat vrijwel alle NSAID's een verhoogd risico gaven op hart- en vaatziekten. En daarom wordt ook geadviseerd om geen NSAID's voor te schrijven aan deze patiëntengroepen. En daarnaast zeggen ze ook dat je voorzichtig moet zijn bij mensen met hypertensie, hartfalen of hyperlipidemie, diabetes en bij rokers.
Dus als je hier heel strikt naar zou kijken, dan zou eigenlijk de NZID vrijwel bij geen enkele groep meer geschikt zijn. En dus deze derde regel wordt iets minder rekening mee gehouden. Maar bij echte hart- en vaatziekten, en helemaal ook bij hartfalen, wordt dit wel heel nadrukkelijk nagestreefd. En als er dan iemand een verhoogd cardiovasculair risico heeft, kies dan voor de naproxen, omdat deze het minst cardiovasculair problemen geeft. Daarnaast zien we dat veel NSAID's een interactie geven met acetylsalicylzuur. En veel mensen die dus cardiovasculaire problemen hebben, of hart- en vaatziekten hebben doorgemaakt, gebruiken ook acetylsalicylzuur. Nou, hoe zit dit dan in elkaar? Hier zien we een plaatje van een trombocyt. En normaal gesproken kan die trombocyt die kan normaal gesproken stollen. Maar onder het gebruik van acetylsalicylzuur, die irreversibel bindt aan die trombocyt en ervoor gaat zorgen dat die trombocyt in de rest van zijn leven niet meer gaat stollen, werkt dat heel goed. Echter, als wij zowel acetylsalicylzuur en NSAID's gaan geven, dan zal in de helft van de trombocyten zal gebonden worden aan de NSAID. En de andere helft van de trombocyten zal gebonden worden aan aspirine. Het probleem dan is dat die aspirine irreversibel bindt en de NSAID's reversibel. Dus wat krijgen we? De helft van de trombocyten heeft aspirine aan zich gebonden en de helft heeft een NSAID aan zich gebonden. Die NSAID die laat op een gegeven moment weer los, waardoor die trombocyt weer kan gaan stollen. En aangezien de aspirine en de meeste NSAID's een korte halfwaardetijd hebben, zal het dus voorkomen dat er heel wat trombocyten hierdoor geen bescherming hebben van de aspirine. En daarom wordt er ook wel eens gezegd dat dit cardioprotectieve effect van aspirine gaat verloren wanneer dit gecombineerd wordt met een NSAID. En helemaal bij het gebruik van ibuprofen, die het kortste zou binden aan de trombocyt en ook een korte halfwaardetijd heeft, is dit niet geschikt en wordt dit vaak gecontraindiceerd beschouwd. Als derde hebben we NSAID's en de nieren. We weten namelijk dat het aanvoerende vat naar de glomeruli onder invloed staan van prostaglandines. Prostaglandines houden dit vat namelijk open. En wanneer wij met NSAID's, prostaglandine remmers, aankomen, zal dit vat relatief dicht gaan zitten. En zal er minder bloed naar de glomeruli toestromen. Met als gevolg dat de nierfunctie achteruit kan gaan, dat de bloeddruk zal verhogen en ook dat er meer zout wordt vastgehouden door het lichaam. Als dit dan ook nog eens gecombineerd wordt met een ACE-remmer, een middel dat het afvoerende vat juist openzet, dan zal de druk helemaal in de glomeruli omlaag gaan, met als gevolg dat er een ernstige nierfunctiedaling zal ontstaan. Iets wat niet wenselijk is, helemaal niet bij mensen die al een pre-existent lage nierfunctie hebben. Het mooie aan die NSAID's is dat de laatste tijd ook veel andere alternatieven dan orale alternatieven op de markt zijn gekomen. Het voordeel hiervan is dat er geen systemische blootstelling is, dat er geen of minder bijwerkingen ontstaan, eventueel lokaal met wat irritatie, maar dat vooral de systemische bijwerkingen kleiner zijn. Toch hebben we hier nog enigszins twijfel over of dit echt zo geweldig werkt als dat de fabrikanten doen geloven. Het is namelijk heel moeilijk te geloven dat deze middelen bij het plakken op de arm bijvoorbeeld een vermindering van de knieklachten zou geven, zonder dat het in het bloed terechtkomt. En ook bij het smeren van de gel op de knie, dat het zo diep de knie intrekt dat daar pijnstilling
van gekregen gaat worden. Desondanks zegt de laatste Cochrane Review dat het minimaal net zo effectief zou zijn als paracetamol. En misschien wel net zo effectief is als orale NSAID's. Echter, ja, de blindering is natuurlijk onwijs lastig bij dit soort onderzoeken. Wat wel heel belangrijk is, is dat deze middelen alleen geschikt zijn voor spierpijnklachten en kleine gewrichten. En het absoluut niet geregistreerd of werkzaam is voor mensen die grotere gewrichten, waar mensen pijnklachten aan grotere gewrichten hebben, zoals bij heupartrose het geval. Bij heupartrose is het niet bewezen effectief, bij de knie zou het nog wel effectief zijn. Dan als laatste van de drie stappen de opiaten. Opiaten grepen aan op de mu, kappa en delta receptoren. En deze receptoren zitten in het centrale zenuwstelsel en verminderen dus de prikkelgeleiding naar het centrale zenuwstelsel en dus het gewaarworden van die pijnprikkel. Afhankelijk van de hoeveelheid activering van mu en kappa receptoren zullen de verschillende pijnstillende werkingen en andere bijwerkingen van ontstaan. En dit zal onder andere door stimulatie van het limbisch systeem en andere opioïdreceptoren dat je een verminderde pijnbeleving krijgt en ook de verhoging van de drempelwaarde van pijn. Met andere woorden, je zal het minder voelen en minder. Wat daarnaast heel erg belangrijk is, is dat niet iedereen even goed reageert op verschillende opiaten. We zullen straks zien dat er verschillende opiaten zijn die allemaal weer net een andere verdeling hebben van hoe ze aangrijpen op die opiaatreceptoren. En zo wordt er ook nog eens vaak gesuggereerd dat opioïdrotatie heel erg belangrijk kan zijn. Dus als mensen niet goed reageren op morfine, dat je ze dan zou kunnen switchen naar een equivalente dosering van bijvoorbeeld oxycodon, of fentanyl, of hydromorfon, om dan te kijken of iemand daar wel op reageert. En hier is onder andere een schema toegevoegd, hoe dat gedaan zou kunnen worden. Wat zijn nou de belangrijkste bijwerkingen van de opiaten? Dat zijn wel de effecten op het maag-darmkanaal. Dat zal iedereen wel kennen. Effecten op de obstipatie, misselijkheid en braken. En dit komt onder andere door de toename van de tonus en afname van de motiliteit in het darmkanaal. En daarom wordt er gezegd dat indien een opiaat, een sterkwerkend opiaat wordt voorgeschreven, het altijd gecombineerd moet worden met een laxans. En Movicolon heeft daarbij de voorkeur. De laatste jaren zijn er veel problemen ontstaan met het gebruik van deze zware pijnstillers. En nu is minister Bruno Bruins bezig met andere zaken, maar de afgelopen maanden is hij wel bezig geweest met deze zware pijnstillers, om te zorgen dat die minder verslaving gaat optreden, wat bijvoorbeeld wel het geval is in Amerika. Dus er wordt ook een soort rem gebracht op deze zware pijnstillers, zware opiaten, en er wordt dus een getracht om het af te gaan doen met minder zware pijnstillers. En ook in de practica zullen we hier verder naar gaan kijken. Als we dan gaan kijken naar zwakwerkende opiaten, in Nederland worden er twee veel gebruikt, namelijk de tramadol en de codeïne. Nou, deze middelen die grijpen zelf wel aan op de mu-receptoren, maar hebben een zwakke affiniteit. Maar vooral de omzetting naar andere sterkere opiaten zou de pijnstillende werking hebben. Codeïne bijvoorbeeld, hier rechtsboven, wordt omgezet via 2D6 tot morfine. En ongeveer 10% van de codeïne wordt daarin omgezet. En een groot gedeelte wordt omgezet tot wat minder effectieve, minder pijnstillende opiaten die vervolgens weer uitgescheiden kunnen worden. Je moet zich echter bedenken dat er een groot verschil zit in de wereld op het gebied van die CYP2D6. Mensen die bijvoorbeeld een hele fast metabolizer zijn van de 2D6, dan zou de concentratie morfine bij hen wel een stuk groter kunnen worden. Dus dan zal er meer dan 10% worden omgezet in morfine. En deze mensen zullen extra veel sedatie of extra veel effect hebben van deze codeïne. En in tegenstrijdig bij mensen die poor metabolizer zijn,
Voor 2D6, dus mensen die weinig CYP2D6 hebben, zal het minder dan 10% zijn. En zo zie je dat er een enorme variatie is aan pijnstillende werking van codeïne. Sterkwerkende opiaten, hier een aantal voorbeelden. Ja, bezetten voornamelijk de MU-receptoren en ook wat kappa-receptoren. En hier is het belangrijk deze mensen altijd te laxeren. Als we kijken naar de oxycodon, dat is de stofnaam, die wordt over het algemeen verdeeld in oxycontin, contin van continu, langwerkend, en oxynorm, de kortwerkende variant. Fentanyl, een middel wat heel erg sterk werkt en we in verschillende vormen ook hebben, intraveneus, we hebben lollies, oromucosale vormen, pleistervormen. Is een middel wat echt in hele lage dosering al heel pijnstillend werkt. Dat was voor nu even in een notendop wat de pijnstillers zijn. En nu wilde ik in twee aandoeningen waar veel pijnstillers wordt gebruikt, wilde ik eens even doorgaan op. Als eerste de artrose deformans. Welke klachten hebben deze mensen? Nou, voornamelijk de pijn. Verergerd door activiteit, opstaan, veel lopen. Karakteriserend is de ochtendstijfheid en de gevoeligheid in de gewrichten. Crepitaties zien we nog wel eens en noduli van Herberden, wat uitstulpingen. Radiologisch zien we dan vaak een versmalling van de gewrichtspleet, onder andere in de heup, maar ook in de knie. Met uitstulpingen, de osteofyten. En eigenlijk het bot wat suboptimaal wordt door sclerose. Nou, wat willen we hier bij deze patiënten nou doen? We willen ze de pijn onder bedwang houden. We willen dat deze mensen een verbetering van de kwaliteit van leven hebben. En je wil vooral dat het minder erg achteruit gaat. En daarbij is voorlichting een hele belangrijke. Neem deze therapeutische doelen dan alsjeblieft ook mee. En maak ze heel erg smart door te zeggen binnen welke tijdsbestek en in welke mate je dit zou willen verbeteren. Het tijdsbestek bij de controle van pijn is over het algemeen binnen een week. En in welke mate kan je dan uitdrukken in de VAS-score, waarbij een VAS onder de 4 vaak als acceptabel wordt beschouwd. De therapiekeuze, nou, niet-medicamenteus, bestaat vaak uit gewichtsreductie, indien nodig. Fysiotherapie, voor het instand houden van het bewegen. En voedingssupplementen, zoals chondroitine, hebben in de literatuur niet echt bewezen effectiviteit bewezen, maar ja, kunnen worden geprobeerd. Medicamenteuze opties, dan gaan we in principe de pijnladder af. We beginnen daarbij met paracetamol, combineren dat met een NSAID. Eventueel wordt gekozen voor een lokaal of een gel NSAID, indien het dus gaat om een klein gewricht. En eventueel daarna tramadol met paracetamol. NSAID staat daarbij in het grijs, die wordt dan vaak gestopt. En hetzelfde geldt voor de stap 4, namelijk door morfine en paracetamol wat gestopt wordt. En als laatste de parenterale toedieningen van opioïden, die in de praktijk vooral in de ziekenhuizen worden gegeven, maar thuis dat eigenlijk geen optie is. Aan de andere kant hebben we de niersteenkoliek. De niersteenkoliek, vaak aanvallen van enkelzijdige pijn in de flanken, die uitstralen naar de geslachtsorganen, dus naar de liezen vaak ook, waarbij mensen karakteristiek bewegingsdrang hebben, weten niet waar ze moeten zitten en soms nog eens bloed bij de urine. Nou, hoe ontstaat dit nou? Er komt een steen vast te zitten in een van de ureteren. Dat kan inflammatie en oedeem geven, zwelling, wat de pijn kan veroorzaken. Maar aan de andere kant ook dat gladde spierweefsel gaat spasmes geven. En die spasmes, dus tegen die steen aan, geeft ook pijn. Dus op verschillende manieren geeft een niersteenkoliek pijn wat behandeld kan worden. Wat is nou de prognose hiervan? Over het algemeen, de spontane lozing gebeurt bij de meeste mensen. Grote stenen, daar is wat meer moeite mee.
En wat je ook ziet is dat er een vrij hoog recidiefpercentage is. Over het algemeen zie je dit vaker bij mannen dan bij vrouwen. En het komt ongeveer 2 per 1000 persoonsjaar voor. Therapeutisch doel? Nou, zo snel mogelijk verminderen van deze pijn. Deze mensen wil je echt geen week laten wachten op het verminderen van de pijn. Dus dit gaat eerder om uren dan om weken of dagen. Daarbij willen we complicaties voorkomen. Je kan wel voorstellen als het een obstruerende steen is, dan kan er urine in de ureteren blijven zitten, wat hydronefrose of een nefritis kan geven. En vaak bij die steen zit ook vaak complicaties van een urineweginfectie. Daarnaast willen we de steenuitrijving bevorderen. Goed, dit is net al heel kort besproken, maar onder andere bij die ontsteking ontstaan prostaglandines. En ook bij die spasmes, daar kunnen bepaalde geneesmiddelen heel erg belangrijk gaan zijn. Onder andere de NSAID's. Die ontstekingen kunnen onder andere worden geremd door NSAID's. Of door, en de pijn zou worden geremd door paracetamol. Ook die prostaglandines die bij die ontsteking vrij kunnen komen, kunnen worden geremd door corticosteroïden. In de praktijk heeft dat niet echt bewezen effectief te zijn. Net als de paracetamol. En daarnaast hebben die analgetica, vooral de opioïden, kunnen überhaupt die pijn verminderen. Dus hoe ziet dan het stappenplan bij niersteenkolieken eruit? Nou, het bestaat uit een aanvalsbehandeling en een onderhoudsbehandeling. De aanvalsbehandeling die bestaat over het algemeen niet uit die stappenplan van paracetamol en NSAID. Zwakwerkend opiaat of versterkwerkend opiaat. Het begint namelijk met de NSAID. Het liefst intramusculair. Dat komt doordat de snelle werking gegeven kan worden. Indien dat niet kan, in verband met contra-indicaties, waaronder dus die slechte nierfunctie of hartfalen, dan kan er gekozen worden voor opiaten, morfine, subcutaan of intramusculair. Na deze aanvangsbehandeling is het dan belangrijk om de dagen erna, indien er nog last is, klachten zijn, dit te behandelen met een equivalente dosering van het NSAID of morfine. En die staan onder andere hier, welke je zou kunnen geven. En dat kan dus bijvoorbeeld in tabletten of zetpil vormen als iemand misselijk is of moet braken. En dit hoeft dan niet per se in die intramusculaire vorm, omdat dit vaak niet toe te dienen is thuis en niet dat acute effect meer hoeft te bewerkstelligen. Dan als allerlaatste de neuropathische pijnen. Hier zullen we niet te diep op ingaan, maar wat is nou de oorzaak van deze klachten? Neuropathische pijn wordt veroorzaakt door schade aan zenuwen en die prostaglandines en hebben daar veel minder grote rol in. En de pijn die daarbij ontstaat heeft niet zoveel te maken met een biologische functie, zoals bij weefselbeschadiging. Een groot gedeelte van de patiënten heeft als oorzaak een metabool, meestal veroorzaakt door diabetes mellitus. Maar er zijn nog heel veel andere oorzaken van neuropathische pijnen. En daarbij hebben mensen vaak schrijnende, brandende, stekende pijngevallen. Nou, wat kunnen we hierbij doen? En die pijnladder, paracetamol, NSAID's, opiaten spelen hierbij nauwelijks een rol. We zien namelijk dat mensen over het algemeen antidepressiva, TCA's, soms wel eens een duloxetine, een SNRI krijgen, of antiepileptica. En in sommige gevallen capsaicine, eigenlijk de hete bestanddeel van de rode peper, wordt nog wel eens toegepast om overprikkeling in eerste instantie te geven van de zenuwen, waarna een soort onderprikkeling ontstaat. Heel kort door de bocht is dit een van de mogelijkheden die gedaan kunnen worden. Bij een trigeminusneuralgie wordt veelal carbamazepine gedaan.
Een middel waar heel erg met interacties moet worden opgelet. Maar veelal bij andere neuropathische pijnen er dus wordt gekozen voor tricyclische antidepressiva, waaronder amitriptyline en nortriptyline. Dus leer deze alsjeblieft niet uit je hoofd, maar weet dat er bij neuropathische pijnen andere behandelopties zijn dan bij nociceptieve pijnen, zoals bij artrose of bij een niersteenkoliek. Dat was voor nu even wat ik wilde vertellen over analgetica. Mochten er vragen zijn, dan kan je deze altijd stellen via de desbetreffende mailadressen. En hierna zal ook nog een practica analgetica volgen, waarbij meer opties mogelijk zijn. Ik wens jullie allemaal nog een prettige dag en succes met het leren van deze zaak.